Goedemiddag, de voorzitter, zeer geachte dames en heren. Ik ben inderdaad van bij het begin hier geweest en het spijt me helemaal niet. Ik had een vermoeden dat het een boeiende middag zou worden en dat is het ook geworden met de twee referaten van de professoren. Met het debat dat wat mij betreft langer had mogen duren en mijn eigen spreektijd had er zelfs aan mogen opgeofferd worden, want ik denk dat dit zeker voor mensen uit de Vlaamse beweging nog boeiender is dan altijd gelijkgestemden te horen of mensen te horen van wie ze al heel lang weten welk discours ze zullen houden. Ik ben ook tot op het einde kunnen blijven. Misschien ook gelukkig omdat u mij in het begin niet gehoord hebt. Ik zal een beetje hetzelfde caveat uitspreken als professor Nolleman. Wellicht ga ik dingen zeggen die links en rechts minder graag gehoord worden, waar sommige vooroordelen mee zullen botsen. Maar ik heb free speech zoals iedereen hier vandaag. En ik kan, dames en heren, het is ook al aan bod gekomen, ook al wil ik de twee debatten, het boeiende toekomstdebat en het debat, het discours over de veiligheid naar aanleiding van de aanslag niet met elkaar vermengen. Ik kom daarop terug. Ik kan niet anders dan beginnen bij deze boeiende toekomstverkenningen met de afschuwelijke, de barbaarse aanslagen gisteren in Parijs die vandaag hun schaduw werpen over elk debat en wereldwijd de agenda te beheersen. Niet alleen Parijs bloedt, dames en heren. Dit is niet alleen een aanslag op het leven van onschuldige mensen die dan nog bezig waren met activiteiten zo typisch voor onze vrijgevochten samenleving, met cultuur, vrije tijd, sport enzovoort. Maar het is een aanslag op onze universele menselijke waarden die we meer dan ooit met z'n allen moeten verdedigen. En tegen dergelijke barbaarse terroristen moeten we onze samenleving, onze mensen maximaal proberen te beschermen. Ik wil heel duidelijk zijn, wie onze westerse, onze fundamentele westerse waarden en normen wil omverwerpen, die hoort hier niet thuis. Die moet het grondgebied verlaten. En dit vergt investeringen, dames en heren, in veiligheidsdiensten, in intelligentiediensten, in terrorismebestrijding. En ook internationaal moet er nu een krachtig antwoord komen. Geen tijd voor palavers, geen tijd voor processies van echternacht op het Europese, op het internationale forum. Er zijn daadkrachtige beslissingen nodig. Er is actie nodig in het belang van de veiligheid van de mensen, in het belang van onze westerse samenleving, in het belang van de menselijke beschaving, want het gaat niet om enkele jongeren, het gaat niet om geïsoleerde individuen, het gaat om georganiseerd terrorisme. Maar, dames en heren, zoals ik zei in het begin, wij mogen twee debatten niet met elkaar vermengen. En ik wil daar heel duidelijk in zijn. Laat ons daarbij zelf nooit de fundamentele waarden van onze vrije, onze pluralistische samenleving onderuit halen. Ook niet ten aanzien van mensen van vreemde oorsprong die hier zijn en de vele nieuwkomers die we onlangs het land zagen binnenkomen. Zoals Bart Wever het vandaag in de Morgen uitdrukt, en ik citeer, we gaan ons standpunt niet doordrijven ten koste van de mensen die tot hier zijn geraakt. Die brug wil ik absoluut niet over. En ik kom daar ook verder op terug. En dames en heren, ik was blij met het korte debat hier. Het gaat inderdaad over de vraag die Rick van Koolaert daar zo pas stelde. Het gaat over integratie, het gaat ook altijd heel concreet over de compatibiliteit van de moslimgemeenschap, van de islam, met onze westerse waarden en normen. En ik hoop dat u aandachtig geluisterd hebt naar Brahim Laitous, een van onze prominente imams, samen met Khalid Ben Haddou, die zonder remmen zegt, ik ben Vlaming, ik ben Europeaan en ik pleit voor een westerse islam. En daar moeten we werk van maken, daar moeten we elkaar de hand reiken. En ik ben blij dat meer en meer mensen uit de moslimgemeenschap ook achter die
fundamentele waarden gaan staan. Die waarden van de verlichting met een pluralistische samenleving, met respect voor ieders overtuiging, respect voor ieders levensbeschouwing, ook voor de islam, maar wederkerig eisend dat in die pluralistische samenleving er ook respect is voor andere overtuigingen, voor religieuze, voor niet-religieuze. Dames en heren, ik kom daar straks op terug en ik ben met heel veel genoegen en met veel plezier hier naartoe gekomen, ook voor een groot deel als een hommage aan de man naar wie deze toekomstverkenningen genoemd zijn. Het typeert hem. Al te vaak is de Vlaamse beweging een beweging die een beetje nostalgisch terugkijkt. De Vlaamse beweging moet vooruit denken, moet vooruit kijken, niet achterom kijken. En moet nationaal, internationaal de blik openen op de toekomst. En ik neem graag het woord op dit congres omdat het nauw aansluit bij een van de meest fundamentele problemen van vandaag. Migratie, integratie. Ik ben minister van Integratie en Inburgering geweest. Ik heb het altijd na de wereldvrede het meest fundamentele probleem genoemd waar we mee om te gaan hebben. En zoals u weet, het is gezegd, werkt mijn regering aan een lange termijnstrategie, een termijnstrategie 2050. En daar is een eerste versie van goedgekeurd. En inderdaad, professor De Groof, die vormt nu voorwerp van maatschappelijk debat. En ik hoop op uw inbreng allemaal. Maar wij weten dat er actuele problemen zijn die op korte termijn om een oplossing vragen. Maar je moet met de toekomst durven bezig te zijn. En dat nadenken, vooruitdenken, dat plannen op langere termijn, dat is belangrijk voor een betere samenleving. Want die toekomst, die overvalt ons niet zomaar. Die toekomst, die hebben we voor een deel, voor een groot deel zelf in handen. En ik citeer de Amerikaanse auteur Peter Drucker, die het als volgt formuleerde: de beste manier om de toekomst te voorspellen is ze te creëren. En de toekomst verkennen is vooral noodzakelijk in een wereld als de onze, die geconfronteerd wordt met meta-veranderingen die snel gebeuren, die snel ingrijpen en die verstrekkende gevolgen hebben. En een groot aantal van die metaveranderingen zijn nu aanwezig, zijn nu zichtbaar en we hebben ze proberen in kaart te brengen. Ik noem er enkele van: de ecologische veranderingen, de voortschrijdende klimaatverandering, de toenemende druk op onze natuurlijke hulpbronnen, wetenschappelijke en technologische doorbraken, robotica, nanotechnologie, internet der dingen, 3D, noem maar op, die nu aanwezig zijn in onze hoogtechnologische industrie. Economische trends, de verschuiving van het zwaartepunt richting het oosten, volop bezig. Nieuwe verhoudingen tussen producent en consument, denk aan de deeleconomie, denk aan 3D-printing. Onze kinderen gaan veel meer zelf producent zijn met hun 3D-printer. Consument wordt producent. En tot slot, en dan kom ik bij het thema, de demografische evoluties. De wereldwijde bevolkingsgroei met naar verwacht wordt 9,7 miljard mensen in 2050. Een grijs Europa, een vergrijzend Europa. En de toenemende wereldwijde migratiestromen, onder meer de klimaatwijziging en met geopolitieke gevolgen daarbij. Die thema's zijn door twee professoren op een zeer eminente manier uiteengezet. En ik ga er nog straks voor een deel op ingaan. We weten niet, dames en heren, hoe die veranderingen precies zullen evolueren, maar een grondige analyse nu, het nadenken erover nu, biedt ons wel de mogelijkheid om ons voor te bereiden, om kansen te zien, om opportuniteiten te zien. En om die kansen te creëren, om ons voor te bereiden, heeft mijn regering 7 transitieprioriteiten geselecteerd waarop wij bij uitstek willen inzetten. En daarmee proberen wij de aanzet te geven voor een lange termijn strategie. Maar dat is, zoals ik zei, dat is een gezamenlijke opdracht. We hebben alle spelers nodig van de maatschappelijke vijfhoek. Dat is de overheid, dat zijn de ondernemingen, dat zijn de burgers, de verenigingen, dat zijn de kennisinstellingen die een grote rol spelen, dat zijn onze financiële instellingen. En ik ben heel blij dat het kruim van de Vlaamse beweging nadenkt over de toekomst.
Dames en heren, landen zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië, nog andere landen, die voeren een actief migratiebeleid. Zelfs bij het vluchtelingenprobleem voeren zij een actief beleid. Ik ontmoette onlangs de bevoegde minister uit Quebec en die zei, wij gaan 5500 Syriërs binnenlaten, maar het zullen christenen zijn en wij gaan uitmaken wie binnen mag komen bij ons. Die landen kiezen voor kennismigratie, kiezen voor arbeidsmigratie, trekken migranten aan die willen studeren, die willen werken of die gestudeerd hebben en willen werken. Bij voorkeur in sectoren waar ze arbeidskrachten nodig hebben, waar ze jonge mensen nodig hebben. De Europese realiteit, zeker de Belgische, is anders. U hebt een aantal grafieken gezien. Sinds 1974, dames en heren, geldt in dit land een migratiestop. U weet dat er ondanks de officiële migratiestop, honderdduizenden mensen het land binnengekomen zijn via wat men noemt passieve migratiekanalen. Dat is asiel, dat is gezinshereniging, dat is grootscheepse regularisatie op gezette tijden. En met de huidige vluchtelingencrisis neemt die passieve migratie toe, komt ze in een stroomversnelling. Wereldwijd zijn er 60 miljoen mensen op de vlucht, de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En de roep klinkt steeds luider om daar niet langer passief mee om te gaan, om dit niet passief te ondergaan. Het is duidelijk dat ongecontroleerde, chaotische migratie nooit een goede zaak is. Niet voor de mensen die komen, zeker niet voor de landen en steden die hen ontvangen. En u kent de cijfers sinds mei 2015... is ons land geconfronteerd met een zeer grote stijging van asielaanvragen. In september alleen waren er dat 5000. Dat is het grootste aantal ooit op één maand tijd. En de prognose is dat er in 2015 35.000 tot 40.000 asielzoekers zullen zijn in dit land. En het ziet er naar uit dat de toestroom volgend jaar niet op zal houden. Het beheersen, het omgaan met die instroom, en Nozizwe hoort de term niet graag of vindt hem een beetje dubbelhartig, maar we moeten nu eenmaal de dingen noemen zoals ze zijn. Dat vergt het uiterste, dames en heren, van de federale regering, van de asielinstanties. En hierdoor ligt de probleem of ligt de focus vandaag op wat we noemen de eerste opvang, de noodopvang, op bed, bad en brood. Maar zoals velen benadrukt hebben vandaag, en wat ook het thema is vandaag, daar begint het mee, daar houdt het absoluut niet mee op. Dan komt de vraag, wat is de volgende stap? En het is duidelijk dat er op Europees niveau een en ander schort, ik ga daar niet op in. Europa moet heel anders ageren aan zijn buitengrenzen. Europa moet veel meer solidariteit op gaan brengen. En Europa moet zorgen dat elk land zijn verantwoordelijkheid opneemt. Maar ik laat die vragen buiten beschouwing. Ik focus op wat de bevoegdheid is van mijn regering, de Vlaamse regering, is bevoegd voor integratie en inburgering. Bijzonder aan de verhoogde instroom in 2015 is niet alleen het aantal asielaanvragen, maar ook de hoge beschermingsgraad die die mensen krijgen bij het Commissariaat-Generaal voor de Staatlozen en de Vluchtelingen. Die beschermingsgraad ligt in 2015 op bijna 60%, wat heel wat hoger is dan de voorgaande jaren. En dat kan dus een erkenning zijn als vluchteling, volgens de definitie van de Conventie van Genève. Het kan ook wat men noemt een subsidiaire bescherming zijn. En wat het ook wezen, veel van die mensen die binnenkomen zullen hier permanent blijven, zullen hier voor een heel lange tijd blijven. Sommigen gaan misschien naar andere landen gaan, maar dit is de realiteit waar we moeten mee omgaan. In haar recentste conjunctuurvoorspellingen stelt de Europese Commissie dat de vluchtelingenstroom een licht positief effect zal hebben op de economische groei, naar schatting tussen 0,14 en 0,27%, afhankelijk van de scholingsgraad van de mensen die binnenkomen. Die groei is niet evenredig, als ik me zo op een niet-economische wijze mag uitdrukken, met de geschatte bevolkingstoename tussen 15 en 17 door de toestroom van die mensen. Het BBP per capita zal lichtjes dalen
in het begin krijgt meer mensen binnen dan verhoudingsgewijs hun bijdrage tot het BBP. In haar vorige week gepubliceerde studie concludeerde het Deutsches Institut für Volkswirtschaftsforschung op basis van simulaties dat de balans voor Duitsland negatief is op korte termijn, maar na 6 jaar zou het effect positief worden omdat de migranten zich integreren in de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt voor het inkomen per capita van mensen die vandaag al in Duitsland leven. Dat daalt door de extra overheidsuitgaven, 21 miljard euro, als ik me niet vergis, in Duitsland, maar verhoogd op lange termijn met 0,5%. Precieze impact zal moeilijk in te schatten vallen, maar het is duidelijk, en dat was een van de themata, dat veel zal afhangen van het antwoord op de vraag of we erin slagen om die mensen snel in te schakelen in onze arbeidsmarkt, snel die mensen sterk te maken, die mensen snel te integreren in onze samenleving. Volgens de cijfers van FedAsyl is 76% van de asielzoekers die de voorbije maanden hier zijn toegekomen ouder dan 18 jaar, jonger dan 50 jaar. Het gros van die mensen kan dus actief worden op onze arbeidsmarkt. En dat is essentieel. Als we in onze vergrijzende samenleving onze welvaart willen behouden, moeten we tegen 2020 evolueren naar een gemiddelde werkzaamheidsgraad van 76%. Dat is de norm die Vlaanderen zich tot doel gesteld heeft, ligt 1% hoger dan de Europese norm. Vandaag ligt de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen op 71,9%. Ik hoor u denken, 76% moet haalbaar zijn, zeker als de economie aantrekt als we uit het dal geraken. En dus zijn er veel kansen, zijn er veel uitdagingen. Eén van die uitdagingen, hoef ik u niet te zeggen, is de lage scholingsgraad van veel van die kandidaatvluchtelingen. Volgens de gegevens van de Huizen van het Nederlands diende 13% van de kandidaatcursisten van 14 en 15 eerst een alfabetiseringstraject te doorlopen vooraleer een cursus Nederlands aan te vangen. Nog eens, 24% kreeg het advies om een cursus te volgen binnen de centra voor basiseducatie, omdat ze trager leren. Basiseducatie, het woord behoeft geen verdere uitleg. En ook van onze scholen, u hebt het kunnen volgen in de media, krijgen we het signaal dat veel kinderen van asielzoekers analfabeet blijken te zijn. Dat is uiteraard een probleem, want we leven in een zeer hoog ontwikkelde samenleving met hoogtechnologische industrie. In België zeker, in Vlaanderen meer dan in de buurlanden, want we hebben een zeer grote loonkost en er is heel weinig jobaanbod voor laaggeschoolde, voor ongeschoolde mensen in Vlaanderen. En bovendien moeten we vaststellen, helaas, dat we tot nu toe onvoldoende in geslaagd zijn om nieuwkomers en Vlamingen met een migratieachtergrond voldoende te activeren. Zoals ik u zei, de werkzaamheidsgraad ligt in Vlaanderen op 71,9%. Die voor personen van buiten de EU, 28, dus wat we noemen de derde landers, die werkzaamheidsgraad bedraagt slechts 44,6%. Het EU-gemiddelde is 56,5%. En het mag een magere troost zijn dat wij het stukken minder slecht doen dan Wallonië, stukken minder slecht doen dan Brussel, maar we scoren amper 44,6%. Dat heeft met veel oorzaken te maken. Zoals ik zei, zijn de mensen die binnenkomen niet de resultanten van een actief migratiebeleid. Zijn zij het gevolg van asiel, van gezinshereniging, van regularisatie? Is er heel veel schoolse achterstand bij de mensen die binnenkomen? Maar wat mij bijzonder bekommert, is dat die schoolse achterstand zich doorzet in tweede en derde generatie. We hebben in steden, gemeenten, kijk naar de mijngemeenten, de vroegere mijngemeenten in Limburg, met kinderen, tweede, derde generatie van migranten, hebben we bijzonder veel schoolse achterstand en schoolse uitval. Cijfers die oplopen soms tot
ver in de 40%. Dit is dramatisch. Dit moet een alarmbel laten rinkelen en daar moeten we met z'n allen werk van maken. Andere punten zijn natuurlijk onze arbeidsmarkt, flexibiliteit. De vraag is nog gesteld door Rick van Kouwelaert, maar ook onze loonkost. Ik ken West-Vlaamse ondernemers die ongeschoolde handelingen aan onderdelen van producten laten uitvoeren in Duitsland. Op de vrachtwagen plaatsen, naar Duitsland voeren, daar de handeling laten uitvoeren met de vrachtwagen terug. Omdat die ongeschoolde arbeid daar zo goedkoop is dat hier, om concurrentieel te zijn, de handeling niet kan uitgevoerd worden. En dus we moeten, dames en heren, oog hebben voor al die problemen. En met de Vlaamse regering maken we werk binnen onze bevoegdheden van alle domeinen die er toe doen. En er zijn een aantal domeinen waar we extra investeren. En dat is in de eerste plaats integratie en inburgering. En die cursus integratie die slaat op vier zaken. Dat is een cursus maatschappelijke oriëntatie. Dat is loopbaanoriëntatie. Dat is begeleiding naar het Nederlands. En dat is een cursus Nederlands tweede taal. En ik beklemtoon dat altijd en overal. We moeten een gedeelde taal hebben. Als we een gedeelde samenleving op willen bouwen, moeten we een gemeenschappelijke taal hebben, een gemeenschappelijke publieke taal. Je moet kunnen praten met je buren, je moet met de overheid kunnen praten om te participeren aan de buurt, aan het verenigingsleven, om te participeren aan de democratie. Maar ook om werk te hebben, moet je in Vlaanderen Nederlands spreken. En ik heb het pleidooi gehoord en ik onderschrijf het om die mensen die binnenkomen op kortere termijn aan het werk te krijgen. Dat is heel belangrijk. Want we weten ook met andere werklozen, als ze 2, 3, 4 jaar werkloos zijn, dat het heel moeilijk wordt om die mensen nog op de arbeidsmarkt te laten komen, om ze opnieuw in te schakelen in de arbeidsmarkt. Maar je zit met lange procedures. Met de grote instroom zal de asielprocedure op zich langer duren. Elk gesprek duurt 3 uur, dames en heren, met die mensen. Dat is niet een akkefietje, dat is niet een papiertje invullen van waar bent u en goeiedag, goedenavond, oké, je dossier is ontvankelijk. Dit zijn intense gesprekken. En als er heel veel mensen binnenkomen, duurt de afhandeling dus ook heel lang. En daarna heb je inburgering en heb je opleiding tot werk, komt de VDAB aan bod. Maar onderwijs, bijzonder belangrijk. Het beheersen van de gemeenschappelijke taal is bijzonder belangrijk. En ik moet zeggen dat onze scholen en mijn grootste waardering voor onze kleuteronderwijzers, voor onze onderwijzers, dat ze zich dubbel plooien, zeker in deze omstandigheden. Vaak met weinig middelen daartoe, vaak zelf creatief zijn om te gaan met kindjes die de taal niet spreken, die analfabeet zijn als ze leeftijd hebben van lagere school. Ik heb zelf wat ervaring, want ik heb kleinkinderen die in Brussel school lopen, in een school waar een van mijn kleinkinderen loopt school in een klasje waar ze het enige kind is uit een homogeen Nederlandstalig gezin. Kindjes komen uit de 3e kleuterklas, spreken perfect Nederlands. Ik ben naar Sint-Joost aan Zee geweest. Vergeet u niet, Sint-Joost aan Zee bevindt zich in Brussel, niet aan Zee. Wel, dat is een concentratieschool, wat men noemt een zwarte school. Bijna allemaal kindjes uit volledig anderstalige gezinnen. Wat die kleuteronderwijsressen, wat die daar doen om die kindjes Nederlands bij te brengen, chapeau daarvoor. De hele dag door, ook in de pauzes, ook na de klas, ook op zaterdag, door te boetseren, door veel te zingen samen. Zingen is een goede methode om taal te leren. Door in de moestuin te werken, door allerhande creatieve handelingen, brengen ze die kinderen Nederlands bij. Dames en heren, belangrijk dat we inzetten op dat onderwijs. En vanaf 12 jaar hebben we ook al klassen. En precies, ik haal u vaak aan als voorbeeld. Hè. Je bent iemand die een sterk curriculum heeft, Latijn wiskunde als het niet fris, of Latijn wetenschappen en nu universiteit. En je zegt het altijd publiek. Ik heb mijn curriculum kunnen aanvatten dankzij de OCAN-klas. Ik heb op heel korte tijd Nederlands kunnen leren. En je bent mee met de kinderen van hier. En dat is heel belangrijk dat we die OCAN-klassen hebben. En dat we de mensen hebben met expertise daarvoor. Dames en heren, de volgende pijler ligt bij welzijn. Ook een belangrijke bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Heel wat jonge kinderen die binnenkomen. Er zijn heel wat niet begeleide minderjarige vluchtelingen. En er zijn
heel veel gezinnen met kinderen. Laatste focus is VDAB, is werk. En daar inderdaad hebben we heel grote uitdagingen. Ik heb het daar straks over gehad, dat traject proberen te versnellen. Die mensen opleiding geven. Ik verwacht veel van de werkgevers die bijna euforisch gezegd hebben bij het begin van de asielinstroom, we hebben die mensen nodig, we kunnen ze werk geven, we staan er klaar voor. Ik hoop dat ze de hand reiken aan de VDAB om ook opleidingen op de werkvloer te geven, wat vaak een zeer goede opleiding is, en dat ze actief meewerken aan het activeren van die mensen, want wie werk heeft, die maakt deel uit van de samenleving, die hoort erbij. Dat is heel eenvoudig de zaak. Dames en heren, activering, integratie op de arbeidsmarkt is cruciaal. Maar ik heb het al vaker gezegd, mijn grootste zorg gaat niet uit naar de economische weerslag, naar de budgettaire weerslag, naar de economische groei. Mijn grootste zorg gaat uit naar wat ook hier aan bod gekomen is, de sociale cohesie, de coherentie van onze samenlevingen. Die vraagstukken zijn geponeerd. Welke samenleving gaan we hebben? Gaan we een gemeenschappelijke identiteit hebben? Hebben we een gemeenschappelijke publieke cultuur? Delen we een aantal fundamentele waarden die iedereen onder ons toelaten om haar zijn overtuiging te hebben? En dat is mijn grootste zorg. En het zijn ook de themata die professor Engbersen aan bod gebracht heeft. En zoals professor Nolleman het zei, is het overbruggen van die culturele kloof, niet-Europese migranten en Europa, een enorme grote taak. En we moeten die kloof dichten, dames en heren. Ik ben ervan overtuigd dat de enige manier om met een verdeeld verleden, want dat hebben we, een gedeelde toekomst op te bouwen, is dat wij één publieke cultuur delen. En die publieke cultuur die kan voor mij alleen de publieke cultuur zijn gebaseerd op de waarden en de normen van de verlichting. En die waarden en die normen, die vrijheden, die voorrechten hebben we nog niet zo lang in de geschiedenis. Daar hebben voorouders heel lang voor gestreden. Daar is heel veel leed voor veroorzaakt. Maar wij leven in een vrije samenleving. We hebben recht van spreken allemaal. We hebben vrije meningsuiting. Wij kunnen dat ongeremd doen, zolang we niet oproepen tot haat of geweld. Elk mag zijn eigen levensovertuiging hebben, zijn levensbeschouwing. Godsdienstig of niet godsdienstig, er is gelijkheid man-vrouw, er is geen onderscheid. Op welke grond ook, geen discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Wij hebben een pluralistische samenleving, een seculiere samenleving, scheiding kerk-staat, die weliswaar waarde hecht aan levensbeschouwingen. En dus de uitdaging is dat onze samenleving niet balkaniseert. Dat wij een samenleving hebben waar we die waarden delen en waar we die basissokkel hebben om samen een gemeenschap vorm te geven. Het woord samenhorigheid is gevallen. En dus mensen die niet uit zulke cultuur komen, mensen met een andere taal, met een religie die niet westers is, en ik ben altijd blij om pleidooien te horen zoals dat van Laïtous, die zegt we hebben een West-Europese islam nodig. Mensen die niet uit die cultuur komen, die het principe scheiding kerk-staat niet kennen, die heel veel rechten en vrijheden die wij hebben niet kennen, die gelijkheden man-vrouw enzovoort niet kennen, onze waarden laten verinnerlijken, dat is de belangrijkste opgave naar mijn aanvoelen. En we doen daar heel veel voor als overheid. En wij hebben het altijd over burgerschap. Wij zijn, heel de tafel hier, allemaal burgers van Vlaanderen. Van welke afkomst ook, gelijke rechten, gelijke verantwoordelijkheden. Daar gaat het over. Ik ben ook blij dat federaal nu werk zal gemaakt worden van een engagementsverklaring van mensen die binnenkomen, dat ze die fundamentele waarden, fundamentele normen ook onderschrijven. Ook, al is het misschien niet altijd afdwingbaar, maar het zal gehanteerd worden als een voorwaarde bij asiel, zo begrijp ik. En het is, zoals ik zei, enorm belangrijk dat we op die ene publieke cultuur inzetten. Ik was blij vorig jaar dat er, ik had als minister van Limburg en Integratie de levensbeschouwelijke dialoog
opgestart. En dat heeft geleid tot een verklaring die getekend is door alle levensbeschouwingen. Alle religieuzen en ook de vrijzinnigen, die hebben samen één verklaring ondertekend waarin zij zich scharen achter die fundamentele rechten en vrijheden. En onmiddellijk na de aanslag op Charlie Hebdo hebben ze allemaal samen, islam, joden, katholieken, protestanten, anglikanen, vrijzinnigen, allemaal samen één verklaring uitgegeven waarin zij zich afzetten daartegen, waarin zij de waarden van onze pluralistische samenleving onderschreven. En ik was blij dat vandaag al in Frankrijk reacties kwamen uit de moslimwereld om het geweld, om de barbarij in Parijs te veroordelen. Ook in Nederland, als ik me niet vergis. Ik wacht er nog op in Vlaanderen. Ik hoop dat ook hier dit signaal gegeven wordt, dames en heren. Ik weet dat het van mensen als Brahim Laitous afhangt of van Khalid Ben Haddou in Gent, dat het dan wel degelijk zal lukken. Dames en heren, in het licht van de gebeurtenissen, de dramatische gebeurtenissen van gisteravond, heb ik even geaarzeld of ik het slotwoord dat ik vooraf uitgeschreven heb niet zou veranderen. Maar ik heb beslist om dat niet te doen. Terrorisme, dames en heren, ontslaat ons niet van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als wij onze fundamentele waarden en normen hoog in het vaandel voeren, dan moeten we er ook naar handelen. Beschaving is een werkwoord, zo zei professor Nonneman, en ik kan mij hier alleen maar bij aansluiten. Als Vlaamse burgers dragen wij een grote verantwoordelijkheid om nieuwkomers, om hun kinderen, hun kleinkinderen, de waarden en normen van onze samenleving bij te brengen. Op al wie in de samenleving een inspirerende taak heeft, een educatieve taak heeft, een voorbeeldrol heeft, rust in deze een taak. Niet alles kan van de overheid komen. En die taak rust op politici, op journalisten, op leerkrachten, op kunstenaars, op zorgverstrekkers, op het verenigingsleven, op het jeugdbewegingsleven, op vele anderen. Ik heb herhaaldelijk een oproep gedaan om duo's te vormen met nieuwkomers. En in veel landen gebeurt dat. We hebben daar ons laten inspireren door tal van landen waar mensen duo's vormen. Mensen die binnenkomen begeleiden bij hun eerste stappen in de stad, in de samenleving, in het culturele leven, in het buurtleven, in het jeugdbewegingsleven, in het sportleven. Vaak is het zo, en ik zeg het veel te zwart-wit, dat wij die mensen een integratietraject geven van enkele maanden, dat ze naar huis gaan met een getuigschrift van inbreng en integratie, dat de deur dicht gaat, dat ze geen werk hebben, dat ze geen contact hebben met de buren, dat ze niet opgenomen zijn in de buurt. En ik denk dat de Vlaamse beweging ook hierin niet afzijdig mag blijven. Het zou mijns inziens een kapitale fout zijn om nieuwkomers links te laten liggen. Ik denk dat wij met z'n allen ook een taak hebben om wat ik noem van dat verdeeld verleden naar een samenleving te gaan met een gedeelde toekomst. En de Vlaamse beweging is een emancipatorische beweging. Emancipatie van alle Vlamingen is toch onze drijfveer, ongeacht leeftijd, ongeacht geslacht, ongeacht afkomst. En waarom zouden die nieuwkomers niet welkom zijn hier in de Vlaamse beweging? Nog iets wie zei daar straks, je zult mijn moeder makkelijk herkennen in de aula, en dat is inderdaad ook zo. Waarom, dames en heren, betogen allochtoon, als ik het woord mag gebruiken, in Catalonië massaal mee voor independentia? Waarom heeft bijna 2/3 van de Schotse moslims de pro-independence Yes-campaign gesteund? Waarom mankeert, op enkele uitzonderingen na, de gemeenschap van nieuwkomers in de Vlaamse beweging? Moet de Vlaamse beweging, die helaas veel minder een volksbeweging is geworden, zich daarover niet bevragen? Heeft de Vlaamse beweging hier niet een vergissing begaan? Heeft ze niet kansen laten liggen? Het is mijn mening dat het onze taak is, onze verdomde taak is, om, zoals in Catalonië, zoals in Schotland, met succes gebeurt, actief die mensen te betrekken in onze samenleving, in onze Vlaamse beweging. Het is, dames en heren, nog niet te laat.
Laat ons werk maken van die nieuwe samenhorigheid, van die nieuwe samenleving, gebaseerd op inderdaad veel aparte private culturen, gewoonten en zeden, maar met die ene gedeelde publieke cultuur. Dat is een taak, een opdracht van ons allemaal. Ik dank u.